Ik weet ook niet wat het is. We gaan nu verhaal halen. Oh. Nou, we gaan. Okay. Nee. Wat is dit nou weer? Oh, wat jammer. Wat? Daar loopt fax. Oh, ja, maar met twee pagina's tegelijk, dus dat hoort denk ik niet. Nee, daarom loopt hij vast, denk ik. Er staat iets op. Nee. Dat is een krakeling. Dat is de pretzel. Een pretzel? Dat was voor mij. Oh. Er komt een pretzel. Ah. Bedankt voor de pretzel. Ja. Oh, wat cute. Wat cute, maar je hebt het zelf gemaakt. Zeg je nou over je eigen... Ik heb het niet zelf gemaakt. Ja, maar ik heb dit toch niet gemaakt. Ik ga mezelf toch niet bedanken voor het fucking pret. Ja, jij zegt, ik snap toch niet wat er nou net gebeurd is. Ik vind het gewoon een magisch apparaat. Hier. Bedankt voor de pretzel. Cute. Ik ga het geluid van een ballon opnemen. Oh. Dit zo. En. Leuk. Maar ik word een beetje duizelig van het laatste stuk. Beetje neervalt. Dat vind jij grappig. Kun jij even inspreken? Avondshow Staakjournaal. Ja, we zullen dus even vocale oefeningen doen. Ja, ja. Staakjournaal. Avondshow Staakjournaal. Zit je zelf ook een keer in de vlog? Jongens. Oh, het is een heel groot plaatje. Is het weer die koe? Jongens, stop met sturen van die koe. Ja, het is weer die koe. Oh, de teleurstelling. Ja, wie stuurt er nog steeds die domme koe? Is het echt een koe? Ja. Is het een andere foto? Ik zie jullie bloemetje. Ja, ik had hem niet genomen. Ja, zie je? Hoezo? Ja. Hartstikke leuk de eerste keer die koe, maar twee keer koe hoeft niet. Ja, hij mislukt weer. Misschien krijgen jullie voor de rest van de dag steeds een halve koe. Nee, want hij belt iedere keer opnieuw in. Oh nee, hij is nu wel af. Oh. Oh nee. Nee, het is gewoon precies hetzelfde plaatje als net. Ik kan weten hoe het afloopt. Ja. Je zit daaronder, het is heel belangrijk. Het is weer die koe. Misschien is het een zoek te verschillen. Ontvangen mislukt. Het zijn hele high-res koeien die verstuurd worden. Ja, fucks. Hier, kijk. Oogje is anders. Oh, nee. Nee. Dat is het eerste verschil al. Ah, palen, man. Stop met filmen. Dit is helemaal mislukt. Oh, een fax. Mag ik een koffie en een koekje voor een hokje Pieter? Groetjes anoniem. Welke fax, meneer? Oh. Het zijn echt koffiekoekjes. Lekker. Ik hou zo van deze fax. Gaat het, Arjen? Ja. Heb je er zin in? Ja, we hebben vandaag weer een show. Leuk, wat hebben we allemaal in de show? Och, wat zit er allemaal niet in? Nou, het gaat misschien sneller als ik opnoem wat er wel in zit. Nou, Diederik gaat praten over het WK-EK veldrijden. Dan hebben we nog een vooropname van iets anders met veld. Namelijk Randy Veldvries. Lisa die staat voor ons ergens in het veld. En dan hebben we nog een mono. Dat veld kut. Waar je te lezen en schrijven. Zag je ook overal veld in het verhaal? Zag het, ja. Ik ga Daan erin gooien. Daar ga je helemaal niet over. Oh, nee. Dan ga ik gewoon even liggen. Ga je liggen? Ja, man. Doei, tot zo. Doei, heel veel plezier. En ook genieten. Ja, jullie ook, hoor.
Hallo. Welkom bij 24 Kitchen. Wat doe je? Ik ben een pannenkoek aan het bakken. En ik heb net 3 pannenkoeken gebakken. Dat is niet echt mijn sterkste kant. Want de eerste was een beetje dik en er zaten klontjes in. De tweede had ik zo die pan heen en weer gedaan en dat de zijkant heel dun was. En de derde heb ik een beetje laten aanbranden. Dus nu ga ik er nog eentje bakken. Maar Soumi, yeah. Ze hebben toch ook gewoon kant-en-klare pannenkoeken in de winkel? Oh my god, deze discussie heb ik al gevoerd. En nee, we gaan geen kant-en-klare pannenkoeken doen, want het is niet hetzelfde als een echte pannenkoek. Dat zie je echt op televisie, want magnetronpannenkoeken vallen uit elkaar. En je ziet dat er zo gaatjes in zitten en zo. Oké, sorry dat ik het opperde. Maakt niet uit. Bart die zei ook, Soumi, je hebt gelijk. Waar je? Dat een echte pannenkoek beter is voor beeld dan een magnetronpannenkoek. Ja. Van die gaatjes, hè? Ik wil niet pensplenen, maar dat is wel. Pensplenen? Ja. Niet doen. Weet je, zei ook dat je van die kant-en-klare kan kopen? Nee, stop! Dat was de hele discussie. Oh. Oeps. Die zijn toch prima? Nee, want deze is dus best wel dik en niet echt. Ja, deze gaat wel of zo. Deze is een beetje vet. Maar deze heb ik dus laten verbranden. Want ja. En deze heeft dus van die dunne randjes. Die ga ik zo aan Bart geven. Doe eens wat leuks voor de vlog. Kun je dit ook slow-mo doen? Tuurlijk. Wat heb je daar? Is voor jou, dat is de interne lijn. Dankjewel. Hallo? Dat weet ik niet. Nee. Nee, Esmee wil je niet meer spreken. Nee. Nee, hey. Ik ga je weer ophangen. Wat een kolder. Het is wel leuk als het een oud woordje is. Ja. Is dat nog één? Ja. 3, 2, 1. Dus deze snorremand beweert dat ruimte en tijd relatief zijn. Wat een kolder. Ik geloof dat niemand. Perfect. Helemaal goed. Top. Top. Hallo. Hallo. Ik ben eruit. Ik ga naar beneden. Tot straks, lieve mensen. Doei. Doei. Het zijn allemaal mensen die gaan naar Galit en Sophie. Vlogliefjes en Esmee. Het is aflevering 3 alweer van de vlog. Ja. En hij wordt weer geopend. Dit keer door onze vaste sponsor Milka. Milka Caramello. En de vlog is geopend. Pieter. Wow, die ging goed. Pieter, ik heb een aantal vragen. Ja. De eerste vraag is, ja. Ik kreeg een comment onder de vlog. Ja. En degene die comment plaatste was niet te spreken over Milka als sponsor, want deze chocola zou niet slavenvrij zijn. Ach, hemel. Daar ben ik wel gevoelig voor. Dat vind ik niet zo leuk.
Maar luister. Is het foute chocola? Ja, nou, dat weet ik dus niet. Vraag 2 is, hebben we nou al wat van Milka gehoord überhaupt? Want we zitten nu de hele tijd gratis reclame te maken voor Milka en we horen maar niks. Nee. Vraag 3 is, dit is een van je laatste repen van die we gekocht hebben. Ja. Gaan we nou echt dan nog een keer repen kopen van ons eigen geld voor een zogenaamde sponsor? Nee, ook niet als het slavenchocola is natuurlijk. Nou ja, dat weet ik dus niet of dat zo is. Maar ja, laten we gewoon op zoek gaan naar een andere sponsor. Oké, maar het is wel heel lekker. Ja, je mag het wel opeten, maar dan doen we dat buiten beeld. Ik eet het zo snel mogelijk op. Ja, oké. En we moeten een nieuwe sponsor. Ja, als iemand suggesties heeft. Het moet wel lekker zijn, toch? Nutella? Nee, ook niet Nutella. Waarom niet? Domme, ook al Nutella. Onbetrouwbare chocoladehufters. Pieter. Pieter, je vergeet je chocola. Ik ga het wel opeten. Heb je Jurg aan het lachen gemaakt? Jurg, kom eens hier. Jurg, weet jij, toevallig, met jouw gigantische brein, of Milka chocolade slaafvrije chocolade is? Oh, nee, absoluut niet. Als ik moet gokken, is dat echt een van de meest slaverige chocolades. Niet gokken. Ik wil niet dat je gokt. Ik wil dat iemand het weet. Iemand het weet? Ja, nee, dat weet ik niet zeker. Waar is Hielke? Hielke! Waar is Hielke? Diederik, weet je waar Hielke is? In de buurt. Hielke! Hey, ja. Luister eens even, Hielke. Ja. Wij hebben in de vlog sponsor Milka, maar nou kreeg ik een comment dat het niet slaafvrije chocolade zou zijn. Zou jij dat voor mij even kunnen uitzoeken hoe dat zit misschien alsjeblieft? Milka, slaafvrije chocolade? Ja, of het oké chocolade is. Die wordt gewoon... Ja. Nice. Hebben we dit al gedaan? Nee, hè? Nee. Oké, dan is dit van belang. Janine, ja? Weet jij of Milka chocolade of dat oké chocolade is, zeg maar, qua mensenrechten schending? Nee, volgens mij is er geen enkele chocolade in de wereld oké qua mensenrechten schending. Oh. Zelfs de Tony Chocoloni niet. Oh. Sorry. A few moments later. Hallo! Hielke! ik heb het voor je uitgezocht. Heb je iets gevonden? Jazeker. Ik heb hier de ASN-bank. Die hebben dit uitgezocht. Ja. Dat vind ik een betrouwbare bron. Oké. En als we dan kijken naar Milka, ja. Dan staan die bij de bleke repen. Dus dat zijn repen die kunnen werken aan een beter keurmerk. Oh, het kan beter, zeg maar. Ja, ze hebben geen Fairtrade Biologische Rainforest Alliance keurmerk. Ze zijn wel aangeschoven bij Cacao Life. En heeft als doel om uitsluitend duurzaam geteelde cacao te gebruiken. Dus ze doen wel iets. Als we echt willen oproepen om echt duurzame chocola te kopen, ja. Dan zou ik dat misschien niet bij Milka doen. Oké, en weet je dan toevallig ook bij wie wel? Het moet natuurlijk wel een beetje een bekend merk zijn. Ja, dat ik het gewoon kan halen bij de winkel. Oh, Tony is gewoon, dat staat echt bovenaan. Oké. Bij de smaakvolle koplopers. Tony is geweldig, maar eigenwijze mix, daar zou ik dan voor gaan. Dat is Lindt en Sprungli. Lindt, Joekesjan? Ja, Lindt is dat. Ja. En die hebben dus een eigen programma. Een eigen duurzaamheidsprogramma. Farming program. En ik weet niet precies, ik weet daar niet alles van. Daar moet ik dan nog induiken. Maar ja. Ik weet wel dat de chocoladeballen van Lindt eigenlijk de lekkerste chocolade op aarde zijn. Ja, dat weet ik dat jij die lekker vindt. Ja. Dan gaan we die denk ik als sponsor nemen. Oh, wat heerlijk. Ja. Lindt. Ja, ze weten het zelf nog niet. Nee. Dan moeten we even naar de winkel, ik en Pieter, om Lindballen te gaan halen. Ach, dat lijkt me echt fantastisch. Dankjewel voor de research, Hielke. Graag gedaan. Luister, ja. Je raadt het nooit. De meest optimale keuze volgens Hielke Jan, geresearched, is Lindt. Van de Lindballen. Lindballen. De Lindballen. Zo, daar ben ik zo. Maar, lekker. Lindballen. Meneer ja. Lindt, als u kijkt, mevrouw Lindt, kan tegenwoordig ook, hè. Als u Lindballen kwijt wil en u wil daar gewoon lekkere product placement voor, kan. Mail dan of fax naar onderstaand nummer en mail naar Martine. Onderstaand hier. Lindt. Meneer of mevrouw Lindt. En misschien kunnen we het ook zelf even gaan halen op een gegeven moment. Gewoon voor in de tussentijd. Ja, maar zo werkt dat niet. Nee, maar het is wel lekker. Ja, het is wel lekker. Tex, zit je weer in de show of zo? Moet je kijken. Hey! Hoi! Wat is dat nou weer voor pakkie? Ga je in de keuken werken? Ja, ik wil wel goed opgemaakt in de keuken. Tuurlijk, hallo. Iedereen kijkt mee. Een knappe kok. Ja. En dat leidt dan af van het brommelwerk wat je gaat zitten doen. Gaan we van thuis ook horen, oh nu kookt hij wel. TV kookt hij wel. Kook je thuis nooit? Jawel. Wat kook je het liefst? Ik bedoel, wat is je go-to recept? Mijn go-to is eigenlijk altijd pasta. Lekker. Ja toch. Heb je
je zin in? Heel veel. Oh, ik kom steeds veel dichtbij. Ik moet scheel kijken. Nee, heel veel zin in. Oké, tot zo mensen! Je nu de parkeerplaats af, maar er is iets aan de hand bij het beeld en geluid. Ik zie ook een drumband en mensen die rondzwaaien met borden. Ik weet ook niet wat het is. Ga nu verhaal halen. Oh. Nou, we gaan. Okay. Nee, wat is dit nou weer? We gaan doen. Wat is hier allemaal aan de hand? Ik heb een heleboel reacties gekregen op de quiz. Dus nu denk ik, we moeten er meer kennis in stoppen. Open vragen, maar dat ze echt gewoon antwoorden moeten geven. Oké. Maar wacht even. Want normaal was het toch van dat je eigenlijk gewoon naar mij vroeg, wat weet jij van? Ja. En dan gaf ik antwoord. Maar als nu de mensen antwoord moeten geven, moet ik dan mijn mond houden of hoe werkt dat? Dat is weer voor een volgende quiz. Het is wel ingewikkeld. Even denken. Nee, we moeten gewoon met een object. Heb jij een object? Gewoon een random object. Een random object. Een piepende tennisbal, ja. Een kennisquiz over tennisballen. Kennisquiz over tennisballen. Hoeveel tennisballen per jaar worden er gemaakt? Wereldwijd? Wereldwijd. 6 miljoen. 360 miljoen. 360 miljoen. Waar is een tennisbal mee gevuld? Met een bepaald soort gas. Gas? Ja. Yes. Die heb je goed. In een professioneel tennisspel, om de hoeveel games wordt een tennisbal vervangen? Elke game? Elke game? Ja. Nee. Oh. Om de 9 games. Het voelt heel random dit. Ja, het is wel waar. Dit was mijn tennisbalquiz. Bedankt. Kennisquiz over tennisballen. Dag. Doeg. Dit is leuk toch? Super leuk. Dit is wel de fax van de week, wat mij betreft. Niet zaag, man. Nee, man. Kijk dit dan. Nee, je speelt toch veel. Dit is toch lief. Je bent de slechtste vlogger van België. Yes, die hebben wij in huis. Ja. Woehoe!
Arjen Hendrik Luwag is de naam. Dus met de naam sta ik bovenaan. Ik ben de presentator van de avondshow. Dus dit is wat ik doe, yo, yo, yo. Ik doe aan meer programma's mee, zoals Mol Talk op tv. Nee. Schrijver en muziekproducent, dat is waar je me vast van kent. Ans en Henk met een te langer verhaal, dat is waar ik echt van baal. Jeetje. Hier word ik echt internetgek mee. Stop met filmen.